Ik ben Jens van Tricht, 48 jaar. Ik ben oprichter, directeur van Emancipator, een Nederlandse organisatie voor mannen en emancipatie. Er is een heleboel in verandering. Opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid zijn aan het verschuiven. De rollen van mannen en vrouwen veranderen. De wereld is heel complex en voortdurend in verandering. Dus er ligt een grote uitdaging voor jongens om hun weg te vinden in een wereld waarin mannelijkheid niet meer vanzelfsprekend is en waar mannen niet meer vanzelfsprekend de bovenliggende partij is. Waar kostwinnerschap niet het enige doel in je leven is, waar je niet per se hoeft te vechten voor volk en vaderland of jezelf hoeft op te offeren of wat dan ook, maar waar je kunt kiezen om mens te zijn in plaats van man. Dus ik denk dat er heel veel kansen liggen in de veranderingen. Dankzij de veranderingen die er zijn. Ik ben wel voor meer beweging in het onderwijs. Ik ben voor meer verkenning, spelen buiten. Maatwerk, spel, sport, ervaringsleren, bewegen. Minder grote kloof tussen hoofd, hart, buik en handen. Lijkt me hartstikke mooi. Voor jongens en voor meisjes. Ik denk dat het belangrijk is om de seksen of genderstereotypen socialisatie, die we gewoon nog steeds hanteren in deze samenleving, om die uit te dagen en waar mogelijk om te keren. Niet per se om te keren dat we jongens als meisjes en meisjes als jongens gaan opvoeden, maar wel omdat duidelijk is dat de uitdaging vaak aan de andere kant ligt van die roze-blauwe lijn die de samenleving nu eenmaal trekt.